Maar ja, ook hier hangen erbij alweer door. Aan de zijkant. Dus ook hier meer dan voldoende bijen. Een broednest gemaakt van 4 ramen. En deze 4 ramen zijn dan voerramen. Tenminste, dat waren voerramen. Dus de koningin zal eerst deze 4 ramen goed belegd hebben. De bijen bereiden dat broednest dan voor haar. Als die dan goed vol zitten, dan bereiden de bijen dit raam voor. En dan zal de koningin daar ook overheen gaan. Maar daar zit een vertraging in, waardoor dan eerst de 4 ramen in het broednest goed bezet zijn. En de bijen daar ook goed verzorgd worden. Nou, hier zien we aan het buitenste raam. Stuifmeel. En vanaf 1/3 van dat raam is het volledig broed. En hier zien we wat opengewerkt voer. En hier zien we gesloten voer. Achterin dat opengewerkte voer is dus de voorbereiding van het broednest. En de andere kant is hetzelfde, eigenlijk grotendeels broed. Dus dit raam tel ik dan voor de helft broed. En dan is het volgende raam is volledig broed. Volledig broed, ook hier is de broed dus helemaal uitgebouwd. Hier een beetje open voer, hier gesloten voer. En de andere kant natuurlijk weer hetzelfde. Ja, helemaal belegd. Dus dit broednest kunnen ze goed verzorgen. Dit raam hetzelfde, ik laat ze niet allemaal zien. Even doorwerken. En dit vierde raam ook hetzelfde, helemaal vol met broed. Dan gaan we achter het kantraam kijken of er nog voldoende voer is en of daar broed is. En daar is voldoende voer, een mooi voerraam. Nou, is dan een prachtig raam om naar binnen te brengen. Als ik zeker weet dat hier geen, soms slaan ze gewoon, als het volk sterk genoeg is, kunnen ze dat, slaan ze gewoon een vol raam over. En ja, zie. En gaan ze verder met leggen op het andere raam. Dan moet ik even deze aan de kant zetten. Zie, je zou denken dat ze op dat eerste raam achter dat sluitblok gaan leggen. Maar omdat dat helemaal vol met voer is, beetje onrustig. Helemaal vol met voer is, doen ze dat niet. Kijk gelijk op het volgende raam. Hier zit nog geen broed. Dus dan gaat dit raam erin waar broed op zit. En er zit ook echt veel broed op, volledig belegd. Zelfs bovenin is wat darrenbroed, maar zelfs bovenin is belegd. Dan hang ik dit zware voerraam daartegen aan. Kan ze daarin broeden. Ik hang daar geen leegraam in. En dan gaat dit gele raam daartegen aan. Want ik wil niet dat de koningin al snel over dat raam heen gaat. En een geel raam werkt meer als een afsluitblok. En dan ben ik klaar, moet ik alleen alles opschuiven. Hoppakee. Zo, dus nu heb ik 2, 4, 6 ramen in het broednest, waarvan 1 voerraam en 5 ramen nu al broed. Moerrooster, ze hebben voer genoeg. En een honingkamer erop. Dekseltje erop en klaar maar weer. Even kijken wat ze hier met het voer gedaan hebben. Helemaal leeg. Dus daar hoeven we niks aan te doen. Ook geen sterk volk. Nee. Vlieggat zit aan de achterkant. Dit volk schuif ik gelijk een plek op. Die staat eigenlijk niet goed. Dan kan ik ze niet vanaf de zijkant bedienen. Het vlieggat zit aan deze kant. Dus hier heb ik waarschijnlijk ook mijn broedkamer ingericht. Ja, theorie is goed, maar de praktijk is toch anders. Ik heb hier al broed. Tegen de warme kant aan, hè. Daar, aan die kant komt de zon op. Dit is een geel raam.
nou, één keer bebroed. En helemaal vol met broed. Hier aan de achterkant opengewerkt voer, hier gesloten voer. Weinig bijen. Goed, larfjes goed in de voedersap. Sluitblok ertussenuit, want waarschijnlijk loopt mijn broednest gewoon door. Ja. Tik ik even af. Helemaal vol met broed. Daar loopt ook de koningin. Niet al te dik. Wel dik, maar niet al te dik. En dan zien we hier helemaal broed. Hier een randje met stuifmeel. Daar broedt ze dan weer in, hopen we. En daarachter wordt het voer al opengewerkt. Hier hetzelfde. Is echt 80% belegd. Het is een half darreraar, denk ik. Die gaan we dan naar de buitenkant van het broednest brengen. Ja, en dat darreraar is ook al verzegeld. En aan de andere kant hetzelfde. Die zet ik heel even aan de kant. Dan komt dit raam naar voren. Want ik wil mijn darreraar aan de zijkant hebben. Dat willen de bijen ook. Dat hebben we dan nu voor ze geregeld. Normaal verschuif ik geen raad. Maar ja, als ik klaar ben met het positioneren van mijn darreraad, zoals hier, darreraad geef ik ook ietsjes meer ruimte. Millimeters aan allebei de kanten, 2 millimeters. Daar komt dan een sluitblokje weer tegenaan. Dan kunnen we voerramen opschuiven. Nou, hier zit nog voer in. Hier zit nog voer in. Hier zit nog voer in. Ja. En dit is een twijfelgevalletje. Deze hebben veel voer. Maar de bezetting met de bijen vind ik niet desdanig dat ik zeg, die ga ik nu gelijk een honingkamer geven. Maar ze hebben al darreraad. En dat betekent dat de voortplantingszin al gestart is. En er lopen veel bijen uit. Deze ga ik een honingkamer geven. Dit is wel een twijfelgevalletje. Je zou hier ook voor kunnen kiezen om volgende week terug te komen. Maar ik red het niet altijd om elke week alle volken te doen in het voorjaar. Ik ben ook bezig met een verhuizing. Dus in dit geval kies ik ervoor om misschien eerder dan strikt noodzakelijk en eerder misschien ook dan helemaal perfect goed voor de bijen al een honingkamer te geven. Maar ik doe het wel. Anders hangen deze in de boom.